Mijn zoon, toen hij 10 jaar was, zei hij tegen me dat hij dood wou voor de eerste keer. Zijn hele leven, hij is 32 geworden, heb ik met angst geleefd. Heb ik constant met angst geleefd, want hij gaf zijn doodswens diverse malen weer. Dan was hij weer heel depressief en dan stond hij voor het raam op zijn kamer boven, 4-oog, naar buiten te kijken. En dan voelde je die naargeestige druk van die depressie, dat was zo zwaar, dat was zo zielig. Als je dat gezicht dan zag en die strijd. En dat is al die jaren zo geweest eigenlijk. Voor jou als moeder ongelooflijk moeilijk om te accepteren dat dat een wens zou kunnen zijn. Ja. Maar nu, het is een tijdje geleden, heb je wel eens die gedachte gehad van jee, ik had misschien toch met hem samen op weg moeten gaan. Of ik had daar een meer concreet gesprek over moeten voeren. Ik durfde het niet natuurlijk. De angst toch. Je bent een egoïst als moeder in feite dan. Het is het dubbel. Als je van iemand houdt en het leven is niet meer leefbaar, dan wil je toch ook niet meer dat. Het is de frictie elke keer. Hè? Wij hebben altijd in het laatste half jaar gedacht voor haar overlijden van er is een bepaalde diagnose gesteld en een behandelingsprotocol. En wij waren steeds maar bezig om die lijn aan te houden, vast te houden. Maar ze is bijvoorbeeld een keer thuis gekomen. Ja. En toen zegt ze, mam, je mag blij zijn dat ik er ben. Ik zeg, wat dan? Nou, ze zegt, ik had voor de trein willen springen. En ik zeg tegen haar gelijk van, waarom heb je dat niet gedaan? Toen zegt ze, omdat ik zo van jullie hou. Toen zeg ik, nou, als je dat altijd maar in je hoofd blijft houden, dan gebeurt het niet. En ik was daar zo, ja, ik denk ook, wat ik nu weet, had ik dat toen allemaal maar geweten. Dus ik ging ook daarvan uit van. En eigenlijk niet echt over de dood gesproken. Hebben we eigenlijk niet echt, nooit niet. Niet als een serieuze optie, hè? Ja, zeg maar. Ja. Nou, ja, wel en niet. Ja. Het is ook wel zo bijzonder dat alle hulpverlening, het al 5 jaar gezien, altijd gericht is ook op doorgaan ja. Op die kant op, dat proberen, dit gaan doen. Er komt volgens mij, voor zover als ik het heb kunnen beoordelen, nooit een moment waarop er ook maar iemand zegt van, nou ja. Nou ja, tot nog te zeggen, je bent uitbehandeld. Ja, precies. En dan ga je weer naar de volgende kliniek of naar een volgende behandeling. Ja. En zo doorloop je dan 4, 5. Ze weten van elkaar niet precies wat en hoe. En je probeert eens wat, hier of daar. Maar er is... Ja, maar ik kan me voorstellen dat je als hulpverlener niet zo gauw klaarstaat om iemand echt te helpen. Ben heeft wel aan de psychiater gevraagd of ze hem konden helpen. En hij heeft dat in overleg nog gehad met een andere psychiater, die psychiater. Maar hij kwam dus wel terug van, nee, wij kunnen je daar niet in helpen. Nee.